Mijn naam is Appie en ik schaam me nergens voor. Appie, die in een park vol mensen iets met ons universiteitslogo doet wat niet voor minderjarige ogen bestemd is. Schaamteloos. Je laat een glas wijn over iemands witte broek vallen, je gulp staat open. Ieder mens krijgt wel eens te maken met schaamte. Het is eigenlijk een evolutionair verklaarbare emotie. Dit is Aukje Nauta, psycholoog aan Universiteit Leiden. Zij doet al jaren onderzoek naar schaamte. Een emotie die je liever wel dan niet hebt, volgens haar. Fysieke pijn hebben we om fysiek te overleven. En schaamte is eigenlijk sociale pijn en die hebben we nodig om sociaal te overleven. Denk maar in als je je nooit zou schamen, nou, dan sta je eigenlijk voortdurend op iemands tenen. Hè? Dan ja, ga je over grenzen heen, dan boer je in iemands gezicht bijvoorbeeld. En ja, dat is gewoon niet zo prettig. Prettig of niet? Sommige mensen lijken zich toch echt nergens voor te schamen. Maar kan dat eigenlijk wel? We denken zo iemand gevonden te hebben. Appie Moussa. Je kunt Appie kennen van zijn gekke, grappige sketches op TikTok en Instagram. Waar hij volgens hemzelf de schaamte voorbij is. Zoals in deze TikTok waar hij een kat na doet. Inclusief het eten van kattenvoer. Ik ben niet echt een fan. Samen gaan Appie en Aukje voor de Universiteit van Nederland op onderzoek uit. Is het echt mogelijk om je, zoals Appie, nergens voor te schamen? We beginnen met een klassiek schaamte-experiment. Zingen voor een groep. Op een picknickbank midden in het centrum van Amsterdam. Met heel veel mensen die dat niet verwachten. Awkward. Appie, wat is jouw lievelingsnummer? Om wat je zelf graag zingt? Ik heb wel een nummer echt al weken in mijn hoofd. Bacardi Lemon. Bacardi Lemon, nee, dat ken ik niet. Dat is echt een nummer, als je het één keer hoort, dat zit vast in je hoofd voor de rest van de maand. Zeker. Echt? Nou, dan mag je dat nu gaan zingen. Daar zometeen, op die picknickbank. Als je dat doet op een onverwachte plek, dan loop je natuurlijk het risico dat andere mensen zeggen van, nou ja, wat doe jij nou? He, dus dan loop je het risico op afwijzing. En ja, angst voor afwijzing zou je eigenlijk ook kunnen zien als een soort van definitie van schaamte. Showtime, Appie. Nou, dan ga ik. Ja, nou, succes. Dat komt helemaal goed, ja. Ons proefkonijn lijkt geen moeite te hebben met de opdracht. Hij loopt met opgeheven hoofd door een overvol zonnig park, springt op tafel en begint uit volle borst. Ik ga zwemmen in Bacardi Lemon. Appie staat met zijn armen in de lucht als een volleerd volkszanger. Eerst wat verbaasde blikken in het publiek, maar dan krijgt hij al snel wat mensen aan het zingen. En zelfs Aukje lijkt geamuseerd vanaf een afstand toe te kijken. Een bescheiden applausje en terug naar Aukje. En zo werkt dat een beetje. Wat is haar analyse van experiment 1? Wat ik mooi vond is, jij deed natuurlijk enorm snel je best om iedereen mee te laten zingen. Precies. En men ging ook meezingen. Ja. En dan is de schaamte meteen weg. Ja, dan moet je Want het helemaal dan heb niet. Jij opeens de norm geïnstalleerd in deze tijdelijke groep. Dat zingen oké is. Ja. En je maakt natuurlijk ook gewoon hele trotse gebaren. Ja, van hey, mij hier. Iedereen! Ja, dus ja, dan snap ik ook wel dat je niet dat schaamt. Ja, nee, zeker Want niet. Eigenlijk kreeg je meteen ook applaus. Wat je doet is heel makkelijk een hobbel nemen. Ja. Waardoor de schaamte meteen weg is. Dus dat je bent het. Niet zozeer schaamteloos, maar eerder schaamtevrij. Zoals ik het zie is, je kunt te veel schaamte hebben of te weinig schaamte. Of precies goed. Als je te veel schaamte hebt, dan ben je eigenlijk heel schaamtevol. Dus dan reageer je op alles met blozen of ineenkrimpen of wegvluchten of excuses zoeken. Maar je kunt ook te weinig schaamte hebben, dan ben je schaamteloos. Dan loop je te boeren en te scheten of grenzen over te scheiden zonder dat je denkt van dat erg zou zijn. En dan heb je nog een derde en dat is schaamtevrij. Dus dat je gewoon durft te zeggen van, oh, ik schaam me, want ik heb dit fout gedaan. Of, oh, ik schaam me, want ik kan nog geen zware koffer optillen. En dus je durft de schaamte te laten zijn. En op het moment dat je zegt, ik schaam me, dan verdwijnt die eigenlijk die schaamte als sneeuw voor de zon. Zou Appie altijd schaamtevrij zijn geweest? Ik heb meer het gevoel dat ik misschien in mijn brein het anders heb dan andere mensen. Want ik heb heel veel vrienden van mij die hetzelfde vak hebben als mij, dus ook filmpjes maken. Mm-hmm. Die, als ik samen met hun filmpjes ga maken, dan durven ze de helft van de dingen die ik doe niet te doen.
Maar denk je dan echt dat er bij jezelf een steekje los zit? Of? Ergens denk ik dat er wel misschien iets anders in mijn biologie kan zijn. Misschien ben ik als baby op mijn hoofd gevallen. Ja. Weet ik dat niet. Of je bent extreem extravert. Hè? Dat kan ook. Je wordt met schaamte niet onmiddellijk geboren. Hè? Dus als kleine baby kun je gewoon voluit schreeuwen. Dat doen we natuurlijk ook als we 0 jaar zijn. Maar zo rond 18 maanden, hè, 1,5 à 2 jaar, dan worden we ons opeens bewust van onszelf. En als we dat zelfbewustzijn hebben, dan wil je dus eigenlijk ook gewoon geen gekke dingen doen waardoor je niet een mens bent als alle anderen. Een experiment wat ze bijvoorbeeld ook hebben gedaan is dat ze dan jonge kinderen een geeltje op het voorhoofd plakken. En dan naast dat jonge kind staan dan de ouders en de onderzoekers. En als de ouders en de onderzoekers ook een geeltje op hun voorhoofd hebben, dan laat het kindje het gewoon zitten. Maar hebben ze geen geeltje op het voorhoofd, dan denkt het kindje, oh, dat is gek, ik wijk af. En dan halen ze het geeltje onmiddellijk weer van hun voorhoofd af. En dat bewijst eigenlijk dat, en dat doet zo zijn intrede bij 18 maanden à 2 jaar. En dat bewijst dat we op die leeftijd al ons gaan schamen. En nu we het toch over biologie hebben, je geslacht heeft ook nog invloed op hoe erg je je kunt schamen. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen zich veel vaker en voor meer verschillende dingen schamen dan mannen. In dit onderzoek kregen mannen en vrouwen stellingen voorgelegd als: je hebt de uitslag van een SOA-test per ongeluk aan een zakelijk contact, of je bent een eetafspraak vergeten. De vrouwen bleken zich bij dat laatste scenario sneller te schamen dan mannen. Nu zijn er ook onderzoekers geweest die dachten van, goh, misschien ligt dat wel aan de manier waarop dat vaak gemeten wordt. En misschien zijn per ongeluk al die scenario's wel typische vrouwenscenario's. En dus bedachten deze onderzoekers andersoortige scenario's. Bijvoorbeeld het scenario dat het je niet lukt om een band te plakken. Of dat het je niet lukt om de koffer van je oma op te tillen. Dat soort scenario's bleken mannen zich vaker te schamen dan vrouwen. Nou, en de verklaring daarvoor is dat mannen die mogen niet zwak zijn. Ja, dus vooral als mannen eigenlijk aangevallen worden in hun mannelijkheid, hun kracht, dan gaan ze zich schamen. Challenge accepted. Voor experiment 2 trommelen we de 3 stoerste, mannelijkste mannen van de redactie op. Zij en Appie doen onder toeziend oog van wetenschapper Elkje in de werkplaats een wedstrijdje wie het snelst een schroef in een stuk hout draait. Wat Appie niet weet is dat we voor de andere mannen een gat hebben voorgeboord. Zij zullen de klus dus sneller klaren. In 3, 2, 1 en go! Appie begint vol goede moed te schroeven. De concurrentie draait de schroef zo omlaag. En Appie heeft niks door, totdat... Dus komen jullie hier vaker op? Dus komen jullie hier vaker. Dus dat is net alsof hij dan ook weer humor maakt. En daardoor wordt het minder erg. Hè? Want humor, dat bevrijdt je van schaamte. De eerste concurrent is klaar. Appie is pas halverwege. Klaar. Oeh, wat een man. Verdorie zeg. Maar nu ziet hij dat die anderen wel veel sneller gaan. Dus nu zie ik hem opeens ook alsof zijn lach een beetje vergaat. Dus hij had altijd een soort glimlach op zijn gezicht, maar ineens kijkt hij veel serieuzer. Volgens mij gebruikt hij ook overdrijving. Want hij gaat zijn gebaren worden steeds groter, zo van zie mij eens hier het best doen. En dan is de laatste concurrent ook klaar. Ja. Ja, sorry, jongens, nog even. En sorry, als je sorry zegt, dat is natuurlijk toch een uiting van schaamte of schuld. Hè? Dus schuld en schaamte liggen dicht bij elkaar. Schuld gaat meer over gedrag en schaamte meer over hoe je bent als mens. Maar op dat moment, dat hij zich daarvoor verontschuldigt, is natuurlijk eigenlijk helemaal niet nodig. Maar ik vind het toch een soort van schaamte of schulduitingje. Ja, je nu toch laatste bent, neem nog even rustig de tijd, hoor. Ja, door zich uit de wedstrijd te plaatsen, hoeft hij zich ook niet meer te schamen. Want dan... Ja, hij heeft niks te winnen. Hij heeft namelijk op iets anders te winnen, namelijk humor. Ja, ik vind het goed. Appie is eindelijk klaar. De andere mannen kijken hem allemaal aan. Zijn gezichtsuitdrukking kunnen we niet zien, want hij houdt zijn hoofd ver voorover gebogen. Dat vond ik wel echt een schaamtemomentje, dat hij omlaag blijft kijken. Hè? En je klein maken in plaats van je groot maken. Want dat deed met name de winnaar. Hè? Die ging echt als een Olympische winnaar haast op zijn borst kloppen. Maar Appie die werd een beetje klein. Heeft zelfs Appie zich dan toch een beetje geschaamd?
ik voel me beschaamd. Ja? Bijvoorbeeld bij het experiment met dat schroeven, dat vond ik een heel goed experiment. Mm-hmm. Want daar was het, je zag ook gewoon van dat ik rondkeek en dacht van, hé, hey, ja, ze zijn eerder dan mij klaar. Weet je, dat is mm-hmm. een hele andere scenario dan nu iets geks doen, ja, voor het publiek. Ja, dat snap ik. Ja, hè, dat is een soort van competitie. Precies. En je wilt toch vaak winnen. Ja. Kun je je echt nergens voor schamen? Dat is uitzonderlijk, maar je kunt er dus wel voor kiezen hoe je met schaamte omgaat. Zoals Appie. Het is aangeleerd gedrag hoe we met schaamte omgaan. Ik vind dat we in het Westen, en dat is zo, we zijn zo individualistisch, zo van, oh, ik trek me niks van wie dan ook aan, dat we hebben afgeleerd, vind ik, om op een gezonde manier met schaamte om te gaan. We houden ons zo in, keeping up appearances, dat we ons eigenlijk ontzeggen om te merken wat voor mooie dingen schaamte doet op het moment dat je het met mensen deelt. Jij gaat gewoon ontzettend handig met schaamte om. Ja, en ik raad mensen ook echt aan om dat zo te zien. Want het geeft je ook gewoon voor wat vroeger, echt heel lang geleden, zou ik dit niet kunnen doen. Nee? Want dan dacht ik eerder van, oh, wat zouden mensen hiervan vinden? Like, toen ik jong was, hè? Okay. Like, op de basisschool en dat soort dingen. Ik was niet in de basisschool op tafels aan het zingen of dat soort dingen. Ik was gewoon een normale gast. Dus je hebt het aangeleerd? Ik heb wel aangeleerd, denk ik, over de jaren heen van zulke dingetjes blijven doen. Want nu echt heb ik echt het gevoel dat ik anything kan doen. Ja, echt waar. Ja. En dat is voor iedereen fijn. Want als jij stress hebt met al de telefoon opnemen, moet je jezelf maar eens een keertje goed voor schut zetten voor een groep mensen. Ja. Dan is de telefoon opnemen helemaal niks. Helemaal snap je? Niks, ja, inderdaad. Mijn advies is ook vaak van, erken dat je je schaamt. Deel het met mensen van, die je kan vertrouwen. En zie ook de positieve kant ervan. Namelijk dat het bewijst dat je graag een goed mens wilt zijn. Want dan kun je het ook echt als krachtbron inzetten. En voor wie van de experimenten alleen al plaatsvervangende schaamte kreeg, je bent niet alleen. Maar stap op advies van Appie en Aukje vooral eens een keer uit je comfortzone. Wie weet, draai jij je hand hier dan ook niet meer voor om. Een echte tijger, hey, is niet te temmen. Hey, ik ga zwemmen. Bedankt Aukje en Appie. Tot de volgende.